Het heeft tot nu toe niet heel veel zin. Nee, dat klopt. Maar moeten we dan niet met z'n allen iets beters verzinnen? Iets creatievers? Ja, goh, je kunt ook een grote bom op de naag gooien en is het ook in één keer oplost. Nieuws. De boeren zijn weer aan het demonstreren en dus ligt half Nederland plat. Zo ook hier in het Drentse Wijster. Daar zijn we weer. Ja. Ja. Ja, helaas wel. Het is niet anders. Nee. Weinig andere keuze. Waarom hier? We staan hier bij de grootste stikstofuitstoter van Drenthe, de vuilverbrander Atero. Die heeft een zo ruime vergunning, die kan gewoon in principe net uitstoten wat hij wil. En die boeren aan deze kant, die moeten, ik weet niet precies, maar ik dacht 47% reduceren. Ik heb de kaart niet voor me. En vervolgens rij je 2 kilometer verder, of 3 kilometer, en dan ben je hier. En daar wordt gewoon vuil verbrand en dat, midden in het landschap. Jij bent een jonge gozer. Wat vind jij nou van zo'n dag als vandaag? Ja, ik vind gewoon iemand een statement maken. Gewoon dat we weten dat we er klaar mee bent. Want wat ze nou aan het doen zijn, dat kan op het moment echt niet. Nou is het niet de eerste keer. Hè? Deze wegblokkades, de zoveelste keer eigenlijk. Ja. Het heeft tot nu toe niet heel veel zin. Nee, dat klopt. Maar moeten we dan niet met z'n allen iets beters verzinnen? Iets creatievers? Ja, goh, je kunt ook een grote bom op de naag gooien en is het ook in één keer oplost. Maar dat doen, dan heb je kopseren. Er zit ook nog wel wat tussen een wegblokkade en een grote bom, denk ik. Jullie zitten in brainstorm sessies hier op de boerderij. En dan het enige waar jullie mee komen is weer een wegblokkade. Ja, maar weer het halve land plat. Ja, maar dan, je moet de burger erbij betrekken. En dan, na verloop van tijd, die mensen moeten ook wakker worden. Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. Ja, kijk, als je op een gegeven moment 2 dagen bijvoorbeeld de snelweg dichtzet, dan heeft het distributiecentrum ook niks meer te vervoeren. Ja, en dan wordt eten in de supermarkt ook minder. En dan gaan mensen een keer nadenken. Ja, dan leg je eigenlijk het land echt plat. Ja, zou eigenlijk wel een keer moeten. Als je alle boeren in Nederland van de kaart zou vegen, dan heeft Den Haag nog niet in de gaten dat er 2 miljoen mensen binnen de maand allemaal op een steun zitten. En we allemaal weer willen hebben. Kunnen we wel weer doorrijden met z'n allen? Dan zijn de snelwegen weer vrij. Ja, dat denk ik niet. Hallo meneer. Hallo. U zit op de wagen. Ja, nou, ik sta nu hier. Maar ja. Normaal bestuurt u de vrachtwagen. Ja. Dat is even wachten dan. Ja, nou ja. Dan passen wij ons er gewoon mee aan, toch? Ja. Ja. Jullie staan achter de boeren, heb ik het idee, hè? Ik wel. Ja, 100%. Ja. Gaat er een oplossing komen? Wat zegt je gevoel? Of is het een eindeloze strijd? Ik ben bang dat mijn eigen gevoel, ik krijg een kippenvel bij, ik ben bang dat het een eindeloze strijd wordt. Daar ben ik heel bang voor. En hoe gaat die strijd er dan uitzien? Dat we aan het kortste strohalmpje trekken. Dat je gaat verliezen? Ja, daar ben ik wel bang voor. En dan krijg je problemen in Nederland. Want dan denk ik niet dat. Dan krijgen we een burgeroorlog, iets in die trant? Misschien wel een boerenoorlog. Ja. Ja, wie zou ik zeggen? Ik weet het niet. Laat er maar op aankomen.